Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Vincent van Petegem, 38 jaar, burgemeester van De Pinte en volksvertegenwoordiger voor CD&V in de Kamer. Op 26 mei ben ik kandidaat op de derde plaats voor het Vlaams parlement in de kieskring Oost-Vlaanderen. Ik ben economist van opleiding, ik ben gelukkig getrouwd met Evelien, heel trotse papa van Josephine en binnenkort, begin mei, verwachten we een tweede kindje. De timing had dus iets beter gekund, er komt een heel drukke periode aan, maar we kijken ongelooflijk uit naar de komst van onze baby. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben eigenlijk een kind van een vader die lang in de politiek heeft gezeten, lokaal. Mijn vader is ook lang burgemeester geweest van De Pinte. En ik heb eigenlijk altijd gezien dat je met de politiek heel veel kunt doen voor de mensen. Dat je ze vooruit kunt helpen, maar ook als je vanuit een bepaalde visie vertrekt, dat je heel veel kunt doen voor je dorp, voor je gemeente. En dat wil ik nu eigenlijk ook in Vlaanderen doen. Hè. Dus we proberen in Vlaanderen ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen ontwikkelen, dat ze kunnen groeien, dat we hier goed kunnen leven, dat jonge mensen fijn kunnen opgroeien en dat oudere mensen gerust oud kunnen worden. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is al een heel lange tijd 2 meter puur engagement. Die 2 meter, dat zie je wel een keer als je naast mij staat. Dat puur engagement, dat slaat eigenlijk op het engagement dat ik opneem in De Pinte, waar ik in 2012 gemeenteraadslid ben geworden en nu burgemeester. Dat slaat ook op mijn engagement in heel veel verenigingen, ook in onze eigen partij. Dat slaat ook op een engagement dat ik eigenlijk nu al een hele tijd op federaal niveau ook mag uitvoeren als federaal parlementslid. Een engagement dat eigenlijk slaat op het feit van we proberen samen te werken, we proberen samen naar oplossingen te zoeken, met gezond verstand, met wat nuance en redelijkheid. En dat is eigenlijk het uitgangspunt ook van mijn politiek engagement. En vandaar de keuze voor 2 meter puur engagement. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb heel wat politieke voorbeelden, zowel binnen mijn eigen partij als bij andere partijen, zowel in binnen- als buitenland, zowel in het verleden als vandaag. Maar eigenlijk wil ik vandaag van deze gelegenheid even gebruik maken om een collega in de bloemetjes te zetten. Dat is eigenlijk mijn collega Erik van Rompuy, die na 35 jaar stopte met politiek. Ik heb Erik leren kennen toen ik ook in de Kamer kwam. En ik moet eerlijk zijn dat zijn engagement, zijn passie voor politiek, zijn overtuiging, zijn manier om analyses te maken, eigenlijk wel een inspiratie zijn voor mij. Ik heb ook altijd heel erg genoten van alle gesprekken die we samen gehad hebben. Dus ik, politiek voorbeeld, ik hoop inderdaad ook dat ik 35 jaar in het parlement mag zitten, maar ik hoop vooral dat ik elke dag dat ik hier in het parlement zit, dat ik dat met dezelfde passie, dezelfde overgave als hem mag doen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik ben van opleiding economist. Ik heb, voordat ik in het parlement zat, ook altijd lesgegeven als professor in Rijssel aan een business school. Dus alles wat te maken heeft met begroting, financiën, economie, maar ook de efficiënte overheid, zijn zaken die mij zeker heel hard bezighouden. Wat ik natuurlijk nu heel hard merk, ook nu ik burgemeester ben, is dat er heel veel zaken zijn die op Vlaams niveau eigenlijk een impact hebben op het lokale beleid, op wat de mensen, op het leven van elke dag van de mensen. Ik denk aan mobiliteit, aan natuur en groen, aan ruimtelijke ordening. Die bouwstenen die worden altijd op het Vlaams niveau gemaakt en die kunt je dan op het lokaal niveau vertalen in een sterk beleid. En om mee aan die bouwsteen te mogen werken, daar kijk ik wel enorm naar uit. Wat kan er anders en beter in de politiek? Een goede vraag. Ik vind dat er meer redelijkheid in de politiek moet. Onze voorzitter heeft daar een boek over geschreven, De Revolutie van de Redelijkheid. Maar ik geloof daar echt heel sterk in. Ik vind dat er vandaag veel te veel polarisatie is, zowel langs links als langs rechts. Alles moet in 140 of nu 280 tekens op Twitter kunnen uitgedrukt worden. Terwijl als we willen zoeken naar oplossingen, naar duurzame oplossingen voor problemen, dan gaat dat nooit alleen, dan gaat dat nooit door hard te roepen. Dan is het altijd door samen te werken, door genuanceerd met een zekere redelijkheid naar de uitdagingen te kijken.
En daar vind ik dat er echt wel wat gebrek aan is aan die redelijkheid. Wij politici denken altijd, of wij geven de indruk dat we met een Big Bang alles kunnen veranderen. Maar dikwijls gaat het stap voor stap, samen met andere mensen, samen met andere ideeën, samen met andere partijen, dat je dingen vooruit kunt helpen. En ik vind dat de slinger wat meer weer in het midden mag hangen dan langs die extremen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb deze affiche meegebracht. Die hing op mijn vader zijn kamer in zijn ouderlijke huis. Toen dat huis verkocht werd, heb ik die affiche meegenomen en heb ik die op mijn bureau hangen. En nu hangt die ook op mijn bureau in de kamer. En ik vind dat eigenlijk een ongelooflijk sterke affiche, omdat de drie slogans die erop staan eigenlijk heel sterk weergeven waarom ik ook aan politiek doe. Ik denk ten eerste omdat mensen belangrijk zijn. Dat is onze ideologie. Dat is elke mens telt. Iemand met veel of weinig talenten, iemand rijk of arm, wij zeggen elke mens telt mee in ons verhaal. Voorspoed door moed, dat was de naam van het congres, maar dat zegt ook wat je moet doen in de politiek. Je moet af en toe moed hebben, af en toe durven keuzes maken. En dan onze economie is ieders zaak. Ik denk dat er, en dat is opnieuw als economist dat ik dat ook zeg, ik denk dat heel veel begint met economie. Ons verkiezingsprogramma in 2014 was ook economische groei met sociale vooruitgang. Ik geloof dat er geen sociale vooruitgang kan zonder economie, maar ik geloof ook niet dat er een sterke economie kan zijn zonder dat er sociale ondersteuning en vooruitgang is. Vandaar dat ik deze affiche met heel veel plezier altijd op mijn bureau hang en af en toe een keer naar kijk en mijmer over wat beter en sterker kan.